Plantion is de nieuwe bloemenveiling voor Oost- en Midden-Nederland. Naast veiling is het ook het kenniscentrum van de Nederlandse markt van bloemen en planten. We bouwen hier een nieuwe bloemenveiling Plantion. Plantion die gaat nieuw bouwen omdat ze samen gaan zijn van Vleut en van Bemmel. Dat is de locatie Ede geworden. En Acoma doet de dak- en wandenplating, dakdekkerswerk en complete binnenwanden. Aan de nieuwbouw worden strenge eisen gesteld, ook op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Door geavanceerde energietechnieken te combineren met topkwaliteit isolatie en afwerking wordt een CO2-reductie van meer dan 60% bereikt. Dat stelt hoge eisen aan een project met 60.000 vierkante meter dakbedekking, 12.000 vierkante meter gevelbeplating, 5.000 vierkante meter binnenwanden en 1.000 vierkante meter aluminium flensbeplating. Een uiterst veelzijdig project waarin Acoma een groot deel van zijn veelomvattende ervaring toont. Om snel in te kunnen spelen op last-minute aanpassingen heeft Acoma zelfs een aparte afdeling engineering op locatie gehuisvest. Iedere wijziging kon zo direct worden doorgerekend, zo nodig aangepast en doorgevoerd. Voor Acoma startte het project in juni 2009, net voor de bouwvak. Tijdens en na de bouwvak heeft Acoma zo'n 30 medewerkers ingezet, zodat het geheel al in december 2009 kan worden opgeleverd. Snel, vakkundig en duurzaam. De bouw is geheel volgens specificaties en op tijd gereed. Restmateriaal en afval werden direct afgevoerd en verwerkt. Ook daarin biedt Acoma absolute kwaliteit. Wij kennen Acoma uit het verleden, goede ervaringen mee. En ze hebben zich bij dit project vanaf het begin af aan zeer betrokken bij het project gevoeld. De vragen uit de offertes allemaal nauwkeurig beantwoord. En aangegeven tot ze binnen de planning het project konden realiseren. En daarom is uiteindelijk de keuze op Acoma gevallen. Met het project Plantion toont Acoma opnieuw dat het een betrouwbare partner is in vakkundig en duurzaam verwerken van dakbedekking en gevelbekleding.